Mevrouw Evenepoel, u bent een ja, toch wel trouwe bezoeker van het Prinsenbos hier en vandaag in sportoutfit. Ja, zeker. Ik probeer toch 2 tot 3 keer in de week hier te komen joggen. Ik vind dat gewoon heerlijk. Maar het is ook een prachtige uitvalbasis naar het Lindbos. Je kan genieten van de natuur, want dat is superbelangrijk voor het Agentschap voor Natuur en Bos. En dan van hieruit kan je ook naar het Tangebeekbos, ook 40 hectare groot. En dan kan je naar het Kasteelpark Drie Fonteinen, waar je kan genieten van een Franse tuin, een Engelse tuin en zelfs een Japanse tuin. En daar zijn prachtige platanen en bomen met een omtrek van 6 meter, een hemelboom zelfs. En ik wou dan altijd dat ze de klankentapper van Suske en Wiske in het echt zouden kunnen uitvinden. Want als die zouden kunnen praten, dan zouden we heel wat horen. Al die natuurdomeinen die u opzomt, ja, die hebben jullie inderdaad verbonden bij Natuur en Bos. Want dat is die zogenaamde basiliek tot basiliekroute. Ja, 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 dat is een recreatief netwerk van 11 kilometer lang. Je vertrekt hier van de abdij in Grimbergen, of de basiliek om het zo te noemen. En je kan zo naar de basiliek in Vilvoorde gaan. En je kan dus 11 kilometer lang genieten van de natuur op de manier zoals jij het wil. Je kan fietsen, je kan wandelen en je kan joggen. Het is echt een mooi samenwerkingsverband tussen het Agentschap voor Natuur en Bos, de stad Vilvoorde en de gemeente Grimbergen. Wij willen binnenkort zelfs beginnen met wandelcoaches, waarbij het de bedoeling is dat mensen eigenlijk gewoon kunnen komen genieten van de natuur of iets willen bijleren over de natuur. Want wij vinden het fundamenteel dat mensen echt die natuur kunnen beleven. Want op die manier ben je ook bereid om misschien terug te investeren in die natuur. En mensen moeten terug die verbinding met de natuur maken. Het is niet voor niets dat men ook veel mindfulness oefeningen in de natuur doet. We staan er vaak niet stil genoeg bij, hè? Hoe groen die rand rond Brussel is. Nee, iedereen die hier komt is mateloos verbaasd dat je nog zo'n prachtig stukje groen en natuur hebt en bos in de verstedelijkte omgeving. Maar we zijn er uiteraard fier op dat we zoiets kunnen hebben creëren in de Vlaamse rand. Ook het Lindbos in Grimbergen maakt deel uit van die groene route van 9 kilometer die van basiliek naar basiliek loopt. En het Lindbos is toch wel een beetje een bijzonder bos, want er hangt een stukje geschiedenis aan vast, namelijk de geschiedenis van de luchthaven hier in Grimbergen. En vandaar al mijn eerste vraag aan jou, Paul. Jij bent als fotograaf betrokken bij dit hele project. Ja, waar staan we nu eigenlijk? Is dit bos of is dit luchthaven? Wel, dit is ex-luchthaven, als ik het zo mag zeggen. Want oorspronkelijk is hier een vliegveld aangelegd geweest in 1939. Mm-hmm. En dat was 120 hectare. En met het uitbreken van de oorlog in 1940 stonden de Duitsers hier vrij snel. En zij hebben dat vliegveld dan overgenomen en verder afgewerkt. En de betonnen constructie die we hier achter ons zien, dat is nog een constructie die de Duitsers gebouwd hebben. En dat diende voor de kompassen uit een vliegtuig te kalibreren. Ah, ja. De toestellen werden hier opgeplaatst. Om de 10 graden zijn er plaatjes. Die gaven dan de richting aan. En de vliegtuigen werden met hun voorwielen op het midden geplaatst. Met het achterwiel op een balk die dan om de 10 graden verplaatst werd. En dat werd vergeleken met wat op het kompas afgelezen werd. En die afwijking die werd dan op een klein blaadje geschreven. De piloten kleefden daarnaast hun kompas, zodanig als ze vlogen. Ja. Bijvoorbeeld op 110 graden, maar dat was eigenlijk 115. Hadden ze die correctie om terug thuis te geraken. Ja, een stukje geschiedenis hier, dat intussen ook een monument is geworden. Ja. Maar je hebt een heel belangrijk onderdeel van dat monument weten te bemachtigen. Ja, ja, ja. Dat is deze glazen bol hier. Jaren nadat de schijf uit gebruik genomen werd, heeft een luchtvaarthistoricus, Frans van Hunbeek, hier uit de buurt, onderzoek beginnen doen naar deze constructies. In het midden heeft hij de aarde eruit gegraven en de glazen kogellagers die lagen nog netjes in het midden. En zo zijn er nog maar een aantal in ons land. Ja, ik heb begrepen dat er in gans België slechts 5 schijven gebouwd geweest zijn door de Duitsers en dat dit de enige is die nog zo mooi bewaard gebleven is. Oké. Een stukje geschiedenis, maar we gaan vooral het bos induiken op zoek naar jouw leuke plekjes. Graag. Via dit onverharde stukje pad komen we hier dan op een deel waar bos en vliegveld elkaar tegenkomen. We hebben dan een prachtige zichtas richting Bijgen
Het is enkel in de winter dat je nog het kerkje van Bijchem van hieruit kan zien. Dit is eigenlijk een vrij nieuw bos, hè? En jij was al van vrij in het begin erbij betrokken. Het bos is, dacht ik, aangelegd in 2001. En in 2007 hebben de mensen van Lindbos VZ2 mij gevraagd om de evolutie van het toch heel jonge bos op foto vast te leggen. Om op termijn te zien hoe alles mooi volgroeit. Ik vind het echt onvoorstelbaar hoe stil het hier is. Hè? Ik hoor alleen vogeltjes. Ja, en hier zitten we op zo'n iets rustiger deel van het bos, nog iets wilder. En dat is voor mij een heel speciaal plekje, want daar heb ik voor de eerste keer de reeën gezien. Ja, dat moet dan waarschijnlijk 's morgens of 's avonds geweest zijn, want zoveel kans heb je niet om ze te zien overdag, nee, denk ik. Hè? Nee, het was 's morgens vroeg. Ik was met mijn vrouw op wandelen en eigenlijk kom ik niet alleen om foto's te nemen, we komen hier ook graag wandelen. We waren op ons wandelpad en ik zag daar plots de reeën en het was gelijk in een film dat ik aan mijn vrouw zei, neer. En gelukkig had ik een klein toestelletje mee, mijn rugzak heb ik nog kunnen nemen en heb ik ze daar kunnen vastleggen. Ja, dus je hebt er bewijsmateriaal van, hier zitten echt wel reeën. Hier zitten echt reeën. Als ze vervente gebruiken van het bos, zal ik zeggen, heb je waarschijnlijk ook een aantal goede gewoontes, zoals dit hier. Ja, inderdaad. Dat is meestal de plek waar we onze wandeling eindigen. Dat is aan de grote picknicktafel aan de ingang van het bos. Mooie lentedag vandaag om het Lindbos te bezoeken. Maar heb jij als fotograaf een favoriet moment om hier te komen fotograferen? Ja, mijn favoriet moment is de herfst. Want dan heb je alle kleuren en geuren in het bos en kan je bovendien nog eens genieten van de paddenstoelen. Hier groeien paddenstoelen? Ja, er zijn veel soorten paddenstoelen, maar degene die het meest in het oog springt is natuurlijk de vliegenzwam. Ja, die kennen we allemaal natuurlijk. Daar gaan we op letten als we in de herfst terugkomen.